Ik hoop dat het een Koningsdaggrap is, maar ik vrees toch wel het ergste op dit moment. Ja. Voor de manager van de koffieshop zat uitslapen er niet in. Ik werd vanochtend gebeld door een medewerker dat er een handgranaat aan de deur hing, mogelijk. Toen ben ik zelf snel hierheen gefietst om te kijken. En het leek inderdaad een echt explosief. Toen hebben we de politie ingelicht. En nu is het afwachten. Omwonenden werden door de politie verzocht binnen te blijven of om snel hun huis te verlaten. Zelfs boten mochten tijdelijk niet voor de koffieshop langsvaren. Lopen! Deze kant op! Deze kant op! This side! Of naar binnen! Ja, yeah, I cannot get home. So that's terrible. And I don't know when. De afgelopen weken werden al vaker explosieven voor de deuren van koffieshops gevonden. Nou, erg lullig en gevaarlijk. Het is een trend, hè, de hele tijd al. En, het is een hele laffe manier om een zwak schakel mee uit te schakelen. Daar schrik ik ervan. Het is toch heel triest om te zeggen nee. Maar eigenlijk schrik ik er niet van, nee. Nee. We kunnen nu niet open en het is ook maar de vraag wat er gebeurt als het inderdaad een echte handgranaat is. Meestal moeten shops dan wat langer dicht. Dus dat is voor ons natuurlijk ontzettend vervelend. Ja. Of koffieshop Siberië ook tijdelijk haar deuren moet sluiten van de gemeente is op dit moment nog niet bekend.